Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. Ik had hele mooie shots voor jullie voorbereid, maar het is helaas gaan regenen. Dus we hebben even een plekje opgezocht om te schuilen. Dit is de Niu MQi. Nou, daar hebben we natuurlijk al best wel wat video's van gemaakt. Maar we krijgen heel vaak de vraag in de showroom. Ja, is natuurlijk wel leuk zo'n elektrische scooter, maar hoe lang gaat die accu nou mee? Nou, daarom hebben we een lange duurtest gedaan. Dus we hebben gewoon kilometers gemaakt met deze Niu om te kijken wat de batterijcondities zijn na een bepaalde kilometerstand. Hier staat nu 11.375 kilometer op. En we gaan kijken wat de batterijconditie is nu van deze Niu. Zodat we een beetje kunnen gaan uitrekenen hoe lang zo'n Niu nou meegaat. Vanaf dit jaar is deze Niu leverbaar in een light en een sportversie. Vorig jaar hadden we maar één model en nu hebben ze hem dus verdeeld in twee varianten. Die kun je nog even terugvinden op de website. De meest dure versie, dat is eigenlijk de versie die we hier hebben. Dus de officiële benaming daarvan is de Sport. En daar zit een 48 volt, 42 ampère uur accu in. Dus daar hebben wij nu de duurzaamheidstest mee gedaan. Nou, hoe kan je nou die accucondities bekijken? Nou, dat kan op twee manieren. Dat kan via de Niu app of dat kan bij de dealer. En die hebben een speciale tool van Niu waarmee je eigenlijk de accucellen kan lezen. Nou, ik vertrouw die Niu app niet helemaal. Dat is niet onaardig bedoeld, maar die geeft af en toe wel een beetje gekke waardes. Hiermee hebben we gewoon zekerheid. Deze kunnen we rechtstreeks op de accu inpluggen en dan hebben we gewoon goede feiten en daar worden jullie blij van. We kijken eerst gezamenlijk even naar de kilometerstand en hier zie je hem staan, 11.375. Nou, ik heb hem vannacht opgeladen, ik heb een lekker een stukje al gereden en we hebben nu nog 93% van de batterij over. Nou, wat we nu gaan doen is de tool van Niu gaan we gezamenlijk aansluiten op de accu en dan gaan we kijken welke waardes die geeft met deze kilometerstand. Om te beginnen koppelen we de accu los en nu ga ik de speciale tool van Niu aansluiten op de accu. Nou, die klik ik erin en vervolgens zetten we hem aan. Dan krijgen we mooi het Niu logo en hier zien we BMS info en die info willen we uitlezen. Nou, nog één keer drukken. Nou, hier zien we vervolgens dat de accucellen keurig in balans zijn. Dit is de waarde waar we het over gaan hebben. Hier staat bij cyclen, oftewel cyclus 201. Dat wil zeggen dat deze accu minimaal 200 keer geladen is met een lading van 60%. En daarover zometeen meer informatie. Wat hebben we nou net gezien? We hebben gezien dat de accu aangeeft dat hij 200 laadcyclici heeft verbruikt. Dus dat wil eigenlijk zeggen is dat hij meer dan 60% geladen is. Want dan gaat hij pas tellen. Nou, wat wel mooi is, is dat Niu zegt dat na 600 laadcyclici je 30% van je accu's afschrijft. Dus laten we het even makkelijk zeggen, kon je eerst 100 kilometer, dan kan je daarna 70 kilometer na die 600 laadcyclici. Als we dus even simpel rekenen, we hebben er nu 200 gebruikt. Om richting de 600 te komen is dat keer 3. Nou, doe even de kilometerstand keer 3, dan zit je dus even op een ruime 30.000 kilometer. Nou, en dat zijn echt gewoon prima kilometerstanden voor de waarde van zo'n elektrische scooter. Als je dus die kilometerstand gehaald hebt, dan heb je nog steeds 60% van je accucapaciteit over. Nou, wij gaan gewoon flink doortesten met deze Niu om die kilometerstand te halen en jullie ook dat te laten zien. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken, te delen, te abonneren. Maak er wat leuks van. Schrijf een leuke reactie voor ons. En dan zien we elkaar natuurlijk volgende week maandag.